Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Een paar wolkenveldjes boven Nederland, met name wat hoger in de atmosfeer. De zon schijnt er omheen, doorheen. Het weerbeeld ziet er prima en vriendelijk uit vanochtend. De temperatuur loopt dan ook snel op naar 20 graden in het binnenland. In het noorden gaat het iets minder snel. En dat betekent ook dat we daar vanmiddag de laagste maxima hebben. Maar 24 graden wordt het ook in het uiterste noorden van ons land. En al snel zitten we aan de zomerse 25 graden. In het zuiden zelfs 29. Matige wind uit het zuidoosten, zonnige periode. En tegen de avond begint de wind te draaien. En neemt de kans op een regen- of onweersbui in het zuidwesten toe. In de avond trekken die buien dan langzaam wat verder het land in, maar het zijn wel lokale exemplaren, net als morgen overdag. Geen onweer daarbij, overigens, en veel zon tussendoor. 21 tot 23 graden wordt het morgen bij een matige zuidwest-tot westenwind. Dan gaan we de dagen daarna nog steeds redelijk zomers weer tegemoet. Misschien net geen 25 graden. Limburg maakt de grootste kans daarop. Maar ruime 20 is wel zonnige periode, laat op vrijdag een onweersbui in het zuidoosten. En in het weekeinde ook kans op een enkele bui, met name vroeg op zaterdag en laat op zondag.